Ik ben Peter Schrijvers, historicus bij het nieuwe museum Liberation Garden in Leopoldsburg. Op 6 juni 1944 landen de geallieerden in Normandië. Die landing is moeizaam, maar uiteindelijk wel succesvol natuurlijk. Maar het is dan voor de geallieerden heel moeilijk om uit Normandië te breken. Ze zitten daar vast tussen heggen, de Duitse weerstand is heel hevig. En dan eind juli 1944 eindelijk breken de geallieerden echt uit. En dan gaat het doorheen Frankrijk met die bevrijding heel snel. Dus in augustus zie je die geallieerden oprukken, soms 60, 70 kilometer per dag. Ze zetten dat tempo over de Belgische grens eigenlijk verder. Dus ook in Limburg, Zuid-Limburg, gaat de bevrijding heel snel. Maar dan wanneer de geallieerden de zogenaamde Kempense kanalen bereiken, begint die bevrijding te stokken. Dus dan zitten we in de begindagen van september 1944. De geallieerde opmars stokt aan die Kempense kanalen in Limburg begin september 1944 om een aantal redenen. Ten eerste, de geallieerden hebben logistieke problemen. Hun aanvoerlijnen worden veel te lang. Die aanvoer van munitie en voedsel moet allemaal komen vanuit Franse havens. Antwerpen kan niet gebruikt worden, die haven. Antwerpen is wel bevrijd, maar de Scheldemonding is niet vrij. De Duitsers houden die vast. Dus logistiek zitten de geallieerden in de problemen. Dat begint hun opmars al in Limburg af te remmen. Tegelijkertijd beseffen de Duitse troepen natuurlijk in Limburg dat indien de geallieerden vanuit Limburg doorstoten naar Nederland, het thuisland, het Duitse thuisland eigenlijk al snel kan bereikt worden. Dus bevelen worden gegeven naar die Duitse troepen toe van ja, als we ergens nog de geallieerden willen tegenhouden, dan moet het hier gebeuren. En dan zijn eigenlijk die Kempense kanalen de beste natuurlijke barrières, verdedigingslinies om dat te doen. En dus de Duitse troepen gaan gehoor geven aan die bevelen en zij zetten zich dus echt taai vast op die Kempense kanalen, ook hier dus in Limburg. Je voelt die verhoogde Duitse weerstand aan de Kempense kanalen al meteen in die begindagen van september 1944 aan het Albertkanaal bij Beringen. De Duitsers verzetten zich hevig, ze proberen de geallieerden daar echt tegen te houden aan het kanaal. Dat mislukt, maar de eerste tekenen van verhevig Duits verzet zijn nu duidelijk. En dan wanneer de geallieerden over het kanaal heen springen, dan vinden er zware gevechten plaats, eerst in Helchteren, dan ook weer in Leopoldsburg, vooral bij Heppen. En dan komen de geallieerden aan in Hechtel. En Hechtel is een klein plaatsje, maar bevat een cruciaal kruispunt. En wat de geallieerden daar gaan meemaken, dat hebben ze al in vele weken niet meer meegemaakt. Op 7 september in de vroege namiddag komen een heel deel Britse tanks vanuit Helchteren van de Welsh Guards richting Hechtel gereden. Eigenlijk hadden ze geen gedacht hoe sterk de tegenstand zou zijn. Ze dachten dat het heel gemakkelijk zou zijn en dat ze op een wip het kruispunt zouden overrijden. Maar niks was minder waar, want rond 2 uur in de namiddag wordt de eerste tank al geraakt en tot stoppen gebracht. Daar zijn ze beginnen vechten op die plaats tot 7 uur in de avond. En op dat moment is het gevecht gestopt en hebben de Britten zich teruggetrokken. Ja, dus op 8 september proberen de geallieerden terug om Hechtel te bereiken. Maar op dit moment hadden ze de beslissing genomen om niet meer de hoofdweg te gebruiken vanuit Helchteren richting Hechtel, maar langs de westzijde Hechtel aan te vallen. Ze waren tezamen met de Schotten, dus het waren de Welsh Guards en de Scottish Guards die dus samen oprukten. En rond 2:30 in de namiddag bereikten ze Hechtel. En ook op dat moment lukte het om de Schotten dus om de baan van Hechtel naar Leopoldsburg aan de westzijde over te steken en zo richting centrum te gaan. En tegen de avond is het ook de Schotten gelukt om de baan Hechtel-Eindhoven over te steken en een gedeelte van het oosten in te nemen van Hechtel. Maar op 9 september zelf
kregen de Britten versterkingen. Maar toch, ondanks die versterkingen, was het zeer moeilijk om die aanvallen van de Duitsers af te slaan. Je kunt het zo zien, de gevecht in Hechtel, hier, dat was altijd van vooruit, achteruit, vooruit, achteruit. Dat was altijd een verandering van plaats. Dus niet dat ze een deel konden bezetten en bezet houden. Het was altijd een vooruit en achteruit gaan. Ja, het merendeel van de gevechten gebeurde allemaal in het dorp, tussen de huizen in. De Duitsers verschuilden zich in de huizen, de Britten verschuilden zich in de huizen. Soms lagen, als je nu kijkt, de 12 Septemberstraat aan de kerk. Een onkel van mij vertelde dat hij als kind zag dat aan de overkant van de straat lagen tussen de tuinbonen de Duitsers en aan de andere kant van de straat, achter het muurtje van zijn huis, lagen de Britten. Zo kort zaten die mensen op elkaar. Het is geweest dat de Britten en Duitsers elkaar bevochten met de bajonet in huis. En het waren echt gevechten van tuin tot tuin, van huis tot huis. Soldaten die langs de huizen opliepen, die ondertussen werden doodgeschoten door een of andere sluipschutter die in de kerktoren zat en zo verder. Het waren echt hevige gevechten tussen de burgers in, want de burgers maakten dat allemaal mee vanuit hun eigen kelder. Het was ook zo dat in die gevechten bijvoorbeeld Duitsers langs hun huis kwamen, burgers uit de kelder haalden of granaten gooiden in de kelder van de burgers, dat gebeurde ook. En overal lagen lijken van Britten, burgers, Duitsers op straat. Op 10 september zijn er nog altijd hevige gevechten tussen de Britten en de Duitsers. De Duitsers zijn enorm kwestie tegenstand. Het lukt de Britten niet om ze te verdrijven uit Hechtel. Dus de gevechten situeren zich weer rond de kerk, tussen de kerk eigenlijk en de Lommelse baan in. Daar zit het allemaal, huis aan huis, man aan man gevecht, tuin aan tuin gevecht. Nu ondertussen gebeurt er wel iets heel tragisch op het kruispunt. Daar worden burgers, mannen, vrouwen, kinderen uit een schuilkelder gehaald door de Duitsers. Ze worden van elkaar gescheiden en de mannen worden apart geplaatst. Vrouwen en kinderen worden teruggestuurd in hun schuilkelders en de mannen worden over de baan gebracht van naar Wijchmel toe, achter in de tuin, in de boomgaard van Café Buitenlust. Het zijn 11 mannen die daar worden gefusilleerd, vaders van kinderen natuurlijk, echtgenoten. Dat is een heel trage gebeurtenis die daar op 10 september is gebeurd in Hechtel. En zo komen we dan bij 12 september. 12 september was eigenlijk een cruciale dag voor Hechtel. Want de geallieerden hadden gezegd, als Hechtel op 12 september het kruispunt niet vrij is, zullen wij het volledig plat bombarderen. Ze hadden hun artillerie al opgesteld achter de heuvels van Don Bosco en zowel de tanks, al de lopen waren gericht op Hechtel. Zou Hechtel niet bevrijd worden op 12 september, dan zou het volledig vernield worden. Want het kruispunt moest vrij voor de geallieerden. Maar gelukkig hebben de geallieerden een serieuze aanval kunnen uitvoeren vanaf de Hasseltse baan richting kruispunt. En het lukte dan ook om de Duitsers eigenlijk in een tank te drijven aan de overkant van het kruispunt richting de Rijkswacht, aan de Rijkswachtstraat. En eigenlijk op dat punt, in de namiddag tussen 2:30 en 3:30, hebben de Duitsers zich overgegeven. En eindigde eigenlijk de slag om Hechtel. Ja, de balans is eigenlijk heel triestig. Hè. 35 burgers, 62 Britten, 150 Duitse soldaten en 121 huizen, volledig vernield, onbewoonbaar. Na de slag om Hechtel zijn een deel van de Duitse troepen gevlucht, op handen en knieën uit Hechtel, weggekropen zal ik het zo zeggen, richting de oostzijde, richting kanaal Bocholt-Herentals. Een ander gedeelte is krijgsgevangen genomen. Die werden gebruikt om de lijken die overal verspreid lagen, om die te verzamelen en te begraven op een aangeduide plaats. En de meeste zijn begraven geweest aan de kanten van Don Bosco.
Voorheen waren de geallieerden gewoon 60 tot 70 kilometer per dag op te rukken doorheen Frankrijk en ook een stuk van België. Nu, tussen die Kempense kanalen, raken ze helemaal geblokkeerd door die taaie Duitse weerstand. Ze kruipen nu nog maar vooruit. En het is als gevolg daarvan, en vooral ook tijdens die heel hevige slag om Hechtel, dat het geallieerd opperbevel op 10 september 1944 beslist tot Operation Market Garden. Dat is een gewaagde operatie die de geallieerden eigenlijk uit het slop moet halen tussen die Kempense kanalen. De bedoeling gaat nu zijn, een week later, op 17 september, de grote baan die vanaan het bruggenhoofd aan het kanaal Bocholt-Herentals vertrekt richting Nederland, te gebruiken om een opmars te lanceren richting Arnhem aan de Rijn. Als de geallieerden in slagen Arnhem aan de Rijn te nemen, dan kunnen ze de Siegfriedlinie omzeilen, Duitsland binnenvallen en misschien wel Nazi-Duitsland ten val brengen voor kerstmis 1944.